Als verslaggever beschrijf op radio en tv dat iets heel erg lief is, een uiterst knuffelbaar en dat je eigenlijk wel eentje mee zou willen nemen. Marco? Oh, ik kan het niet beschrijven. Het is zo lief. Als het goed is als ik bij zijn hals wat doe, dan kan ik hem... Deze niet, zegt Jana. Nee, deze niet. En waarom deze nooit? Nou, die heeft er geen zin aan. Die heeft er niet zoveel belang bij. Niet iedereen wil geuit worden. Dat is met mensen ook wel zo. Precies, het zijn ook net mensen. Dus een aantal die willen dat wel. Nou, en dat is dan heel fijn. Maar, wat een ongelooflijk mooi gezicht. Ja, het is ook een heel mooi gezicht. En we zijn er ooit mee begonnen in 2009, toen met 4. Want het is een kuddedier. Dus dan moet je zorgen dat je meer hebt. En dan wonen we aan de overkant. Nou, en dan zijn we dus wat langzaam uitgebreid als hobby. Het is nog steeds hobby, een uitgehand gelopen hobby. En we zijn hier komen wonen en we hebben er allemaal meer. En we hebben ook meer land, dus meer ruimte. Want hoeveel zijn het er nu? Nou, rond de 45. Oh, dat was een goede inschatting net. Ik speel een beetje vals. Jij hebt ineens voer in de hand. Ik dacht, ik neem voer mee, want kijk wat er dan gebeurt. Zal ik dat gewoon hier in die gleuf gooien? Buis. Beetje voorzichtig. We hadden net al even een beetje discussie, of eigenlijk een beetje, heel veel discussie. Hoe spreek je ze nou uit? Nou, wij zeggen altijd alpaca's. Alpaca's. Ja. Oké. Nou, dan is dat voor eens en altijd duidelijk alpaca's. En ja, wat doen jullie hier verder mee? Is het echt puur voor de leuk om naar te kijken? Hobby. Echt hobby. De wol hebben wij, die proberen we te verkopen. Daar wordt dan ook allerlei materialen van gemaakt. Wij hebben zelf een dekbed van alpaca-wol. Dus... Ze spugen anders niet als lama's, maar als ze bij elkaar zijn of als ze drachtig zijn, dan spugen ze wel. Vooral nu met het eten. Vooral naar anderen toe hoor. Maar op zich. Naar anderen? Hoe bedoel je naar anderen? Als je twee alpaca's bij je hebt en één is drachtig en de ander die wil ruiken, dan vinden ze dat niet fijn. Dan gaan ze spugen. Ja. Oké. Okay. Nou ben ik even benieuwd, Jan. Want als wij hier binnenkomen, denken we, oh wat schattig. Hoe komt u thuis? Eigenlijk hetzelfde. Je raakt er naar de buis gekeken. Je kunt er een uur naar staan te kijken of wat dan ook. Het verveelt nooit. Nee. Dit ook, dat er nu uit het bakje gegeten wordt. Ja. Het verveelt nooit. Hoeveel komen we er dan nog bij? Of is het wel? Het is eigenlijk wel zijn max. Maar goed, dat zeggen we elk jaar. Dus het houdt een keer op natuurlijk. Want het begint met eentje, denk ik. Nee, we zijn met 4 begonnen. Met verkoop ook. Als we iets verkopen, gaat nooit per enkele. Het is altijd met meerdere dieren wat verkocht worden. Want we gaan er niet in mee om ergens één dier neer te zetten. Nee. Het is een kuddedier. Komen hier nu vaak mensen het erf op om even te kijken? Soms, want we hebben ze ook wel eens naast de stal lopen. Waar jullie wegkwamen fietsen, dan hebben we ze ook wel eens lopen. En als ze ze daar zien lopen, dan vragen ze wel eens of ze langs mogen komen. Of even aankomen, of wat dan ook maar. Mag dat? Ja hoor, dat mag. Als wij thuis zijn, mag dat. Want wij werken allebei ook nog. Dus dit is echt hobby. Dus en als we thuis zijn, dan mag dat. Dat is geen enkel probleem. Ja, er zijn ook best wel wat kleintjes bij. Ze zijn ook allemaal in verschillende kleuren. Hoe oud zijn die kleintjes die ik hier op rechts zie? Dat is juni... juli geboren, begin juli. Die waar je nu tegenaan kijkt, die was te vroeg geboren. Maar die heeft het wel gered. Nou, en de andere is ook rond juli. We hebben nu nog 5 die nog moeten bevallen. Dus dat is even spannend wanneer dat gaat gebeuren. Want ze kunnen 11 maand en 12 maand ertussenin. En zelfs nog langer dan 12 maand. Dus dat is even afwachten wat ze gaan doen. Ja, heb je al ingevonden, Marco, die je een beetje kunt aaien? Ja, ik neem ze allemaal mee, denk ik. Ja, onder Riks, ja? Ja, ik denk dat ik moet even kiezen of ik het naar jou mee terugneem. Of dat ik dat juist een alpaca voor ik zie het, wel voor me, dat hij zo lang uit zo voorin ligt. Ja hoor. Maar kijk dit nou. Als je ze nu gaat aaien, Joyce. Dat kan nu dus, want ze zijn afgeleid. Beetje op de hals. Toch een beetje schrikreactie dan. Kijk, zacht, lekker zacht. Ja. Oh ja, een beetje schrikken. Wat moeten mensen thuis wel niet denken? Wat hebben die mensen zwaar werk? Gaan we wel weer verder? Nee, we blijven hier gewoon. Wil jij alle hoogtepunten van RTV Noord ook op YouTube zien? Abonneer je dan op ons kanaal en kijk verder naar alle andere video's. Hoi!